En nou allemaal al staat maar achter hem. Ja. Voor de eerste verrassingsduik. Gelukkig. Jij gaat voor het goede doel. Wie ben je precies? Ik ben Margriet Biesje. Ik ben 18 jaar. Ik studeer op de campus Noorderpoort als verpleegkunde. We hebben met Noorderpoort gewoon van heel Groningen. Doen wij mee aan de Groningen Swim Challenge om geld op te stamen voor het UMCG Kanker Refonds. En dat doen we met docenten. Ik ben de enige student die meedoet. De enige student? Ja. Met hoeveel personen zijn jullie trouwens? Ongeveer met 5-6 personen. 5-6 personen. Hoeveel deelnemers zijn er in totaal? Ruim 100 deelnemers vorig jaar. De Groningen Swim Challenge. Die hebben de grote tocht geschonden van 33 kilometer. En ongeveer zo'n 4000 basisschoolleerlingen hebben zo'n kilometer, 1,5 kilometer geschonden. Het laatste stukje. Dus daarmee heb je bijna 5000 mensen die totaal meedoen, actief zijn. Ja, rondom, het is een groot evenement. Het is een groot evenement. Ja, en het gaat voor 5e jaar plaatsvinden. Voor 5e jaar plaatsvinden. Het is heel klein begonnen. Het wordt steeds groter. Mm-hmm. En ze hopen natuurlijk ook elke keer, daar gaat het eigenlijk om, steeds meer geld te krijgen voor het UMCG Kankerfonds. Ja, hoeveel is het vorig jaar opgehaald? Hoeveel het precies is opgehaald, weet ik niet. Maar de zwemmers die de grote tocht hebben gedaan, die hebben bijna over een ton opgehaald. En daarnaast zijn er nog allerlei bedrijven die sponsoren. Dus nou, een hartstikke leuk bedrag. Ja. Er kan weer goed onderzoek gedaan worden. Ja. Vorig jaar is er 140.000 euro opgehaald. 140.000 euro. Dat is een mooi bedrag. Het is niet de eerste keer dat je meedoet, hè? Hieraan. Jawel, dit is mijn eerste keer dat ik meedoe. Eerste keer zelfs. Oké. Je zwemt al heel lang. Ja, ik ben gelijk na mijn zwemdiploma ben ik op zwemmen gegaan. Eerst bij Bubbel. En toen ben ik naar de Pinguïn gegaan in Zeebroek, maar de wacht ging dicht. Daar ben jij ook van? Ja, ik was destijds voorzitter van de zwemvereniging de Pinguïn. Dat was een leuke actieve club in Zeebroek. Maar helaas ging het bad dicht en de zwemvereniging zonder water, ja, dat lukt niet. Dus toen zijn de zwemmers zich gaan verspreiden over allerlei clubs in Groningen. Dus eigenlijk bestaat de vereniging niet meer? Nee. De zwemvereniging de Pinguïn bestaat niet meer. Nee. Maar we hebben nog wel een stichting. Want we hadden nog wat geld over als vereniging. Ja. En daar wordt jaarlijks nog één keer een zwemwedstrijd in Hoge Zand gehouden. De 1U-estafette. Uit naam van de Pinguïn. Uit naam van de Pinguïn. Heette ook de Pinguïn 1U-estafette. Dus als stichting blijven bestaan. Ja. Als stichting blijven bestaan. Ja. En als we zwemactiviteiten willen organiseren in Zeebroek of omgeving, dan kan dat daar ook uit gefinancierd worden. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, nu is er iemand hier vanavond die een clinic geeft. Wie is dat precies? Alexander Hulleman. Alexander? Hulleman. Hulleman. Ja. En die doet dat veel meer, hè? Ja, hij doet dat door heel Nederland en door in het buitenland. Organiseert trainingskampen. Ja. Hij is zelf wedstrijdzwemmer geweest? Ja, klopt. In open water. In open water, ja. Hè? Ja. Ook met afstanden van 25 kilometer. Ja, hij wil tussen de 5 en 25 kilometer. Jij gaat zwemmen door het Reitdiep heen. Ja. En tegen de stroom in heb ik gezien. Ja, dat klopt ook. Hoe zwaar is dat? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk wel dat het zwaarder is dan met de stroom mee. Dus dat is voor het eerst voor jou, trouwens? Ja, voor het eerst dat ik zo ver ga zwemmen. Vroeger zorg ik wel altijd de Rode Loper, dus dat is het kanaal, het AG Wildervank kanaal. Maar die wedstrijd bestaat niet meer. Maar dit is een nieuwe ervaring voor jou eigenlijk? Ja, klopt. Heb je wel steeds een stroom in gezwommen? Weet je een beetje hoe dat is? Nee, ik weet niet hoe dat is. Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Maar nu ga je dan andere technieken bij leren, begrijp ik? Ja, wat meer de oriëntatiepunt. Van in een zwembad heb je gewoon zwemmen tussen lijnen en kun je alles zien. Ja. En in open water heb je een hele ruimte om je heen. En dus dan moet je goed naar voren kijken. Eén punt als richtingspunt hebben. Ja, dat is toch iets anders? Ja. En dan moet je af en toe naar voren ademen in plaats van opzij. Oké. Welke zwemtechniek gebruik je dan? Ja, het is niet echt dat het een speciale naam heeft. Nee? Nee. Het is gewoon blijf borstelen, alleen dan met een andere soort ademhaling. Ander soort ademhaling? Ja. Hoe moet ik dat zien? Nou, anders in het gewoon in binnenwater ademen op de zijkant. En dan heb je gewoon het oriëntatiepunt. En met buitenwater moet je af en toe ook even naar voren kijken. Omdat je dan weer een richtingspunt hebt en dan kan je daar ook mee ademen. Mm-hmm. Ja, dat is heel anders. Ja. Ja. Oké. Okay. En je hebt al een mooi bedrag bij elkaar, hè? Ja, klopt. Als start, als begin.
Hoeveel is dat? Als tier hebben wij al... 5500 euro. 5500 euro. Als het Noorderpoort team. Ja, dat is een heel mooie start. Hartstikke. Het is nog maar... het is het 22 juni, hè? Dus we hebben nog tot 25 augustus om het bedrag nog wat hoger te maken. Mm-hmm. Dus als mensen mee willen doen, ga naar de site van Groningen Swim Challenge. Klik aan Margriet Biesen en doneren die handel. Dat is alleen maar goed voor het UMCG Kankerfonds. Ja. Dus jullie veel succes. Dank u. Goed. Bedankt. Dat is het vandaag nog redelijk rustig. Als de windkracht 3, 4 gaat staan, dan komen er echt best wel wat hogere golven. En dan moet je eroverheen. Ja, Annapurna bijvoorbeeld. Dit is een heel goed voorbeeld waar altijd wind staat. Als je dan die hoge armtempo draait, nou, je merkt wel, ik zie Mark naast me, die is nog steeds buiten adem. Je moet altijd zorgen dat je altijd voldoende zuurstof in je lijf hebt. Nou, kennen jullie allemaal die uitdrukking wel van 1 op 2 ademen, 1 op 3 ademen, 1 op 4 ademen.